Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik het bij wil horen, mag ik dan bij jou? It was a very bad situation because detained in the prison for a month, sleep on the toilet without food, without something. But if a house is not discussed with me, is it then possible to refuse the house? Yeah, but kijk, we are not discussing with our people where they want to live, because then everybody wants to live on Dam Square. Mooi om te zien hoe die mensen zich moeten redden hier in Nederland. Soms ook verbazendwekkend, ook de stress die je mee kon voelen. En aan de andere kant ook wel heel mooi wat er bereikt is. Het zien is vele malen beter dan de mooie folders en brochures of dat ik een verhaal kon vertellen. Het was ook wel tenenkrommend, het beleid en de wanhoop die mensen hier tegenkomen met alle regels. I'm a job hunter. We will try to help you to find a suitable job. And you always have a dream, right? And the dream is a plan B. And the plan A is what you really can do to tomorrow. Wat de film ook heel mooi laat zien is dat uitvoering van beleid heel erg complex is. En dat het schuurt. Maar soms denk je van, nou gemeente, hier had je wel een beetje coulanter kunnen zijn. Of nu heeft de statushouder wel enorme verwachtingen. En ik denk dat we met dit inzicht, dat we het eigenlijk met z'n allen beter moeten gaan doen dan in het verleden. De vraag die centraal staat vandaag is, hoe zorgen we voor een succesvolle en duurzame integratie van statushouders? Wat ze nodig hebben is eigenlijk dat je ze onder de arm pakt en ze echt gaat beleiden. Niet loslaat totdat je ziet waar ze terecht kunnen. Dat ze uiteindelijk zelfstandig wat kunnen gaan doen. We gaan beginnen met de eerste stelling. Ja. Elke statushouder kan starten met een baan als afwasser of dozensjouwer, zolang hij of zij maar van de bank is. Ja? moet een beetje prikken, hè, mensen? Waarom vind je dat een goed idee? Ja, volgens mij voor de taal. Ja, en als thuis zit, ik kan niks doen. Misschien ik denk te veel en zo. We zien nu gemeenten die bijvoorbeeld mensen aan het werk zetten meteen, maar dat ze in een fabriek staan met een koptelefoon op. Nou ja, daar leer je geen Nederlands. Ik heb wel groen, omdat ik vind dat je wel wat moet. Werk kan ook een werkleertraject zijn. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn. Dat je één ochtend in de week koffie gaat schenken om gewoon wat mensen te leren kennen. Maar je ziet ook in de film dat het voor heel veel mensen, statushouder, we mogen niet nieuwe Amsterdammers, zou ik maar even zeggen. Maar ook voor heel veel andere mensen in de Nederlandse samenleving is zelfredzaamheid best wel een uitdaging. Ja. Wat ik dan heel interessant vind, hè, want we moeten maatwerk lezen, dat moeten we ook zeker. Maar hoe kan ik bij iemand achterhalen, hoe weet hij het zelf, wat nou bij hem past? Ik had het idee dat soms een beetje de focus te veel lag op, dit moet je doen, want dat is wat we met z'n allen hebben afgesproken en dit is wat we van je verwachten, zonder te kijken naar de situatie van de persoon zelf. Het is heel goed dat de gemeente er zo achteraan zit en dat we mensen integreren. Nou, in onze jaarrapportage constateren we wel dat mensen, ik zal het maar zeggen, met een migratieachtergrond kwetsbaar zijn, omdat nou eenmaal 1 op de 5 mensen in Nederland een flexcontract krijgt. En dat is wel iets waar wij ons zorgen over maken. This period of them life, it's so important to be not leave them all the day because I have work in the morning and study at the night. No, I didn't come here to leave them, no. Alsa heeft mij een paar maanden geleden weer benaderd, omdat ze zelf echt graag aan het werk wilde. Inmiddels is ze gestart bij Arcadis, dat is een groot ingenieursbureau. Ja, dat is geweldig, dus het ligt ook volledig in lijn met haar opleiding en haar interesses. En, dus dat is heel tof, heel leuk. Ja. Ik denk dat wij naar de volgende stelling gaan. Wouter Koolmees, onze minister, wil de inburgeraars verantwoordelijk houden voor hun introductie in Nederland. Als ze te weinig doen, kunnen ze vaker en sneller dan nu een boete krijgen. Het overgroot gedeelte is het hier niet mee eens. Dank jullie wel. Uit allerlei andere onderzoeken blijkt dat het overgroot gedeelte van de mensen gemotiveerd is en dat die sancties en het dreigen daarmee averechts werken. Ik ben niet eens met het boetesysteem.
Maar ik kan persoonlijk, maar ik kan geen mensenrechtenverhaal maken van dat dat niet zou mogen. Hè. Dat wordt democratisch besloten dat dat zo is. Ik ben het er persoonlijk niet mee eens. Maar het recht op onderwijs, als je niet kan lezen en schrijven in Nederland, laat staan op een computer iets kan doen, dan heb je gewoon echt een heel moeilijk leven. Dit moeten we samen zien te klaren. Ik vond dat heel prettig dat er eindelijk een beetje communicatie was, want we hebben dat normaal nooit. Dit gaat echt veel opleveren, ook al omdat we niet alleen maar de sunshine-stukjes laten zien, maar echt ook hoe lastig het is voor klantmanagers. Dat geeft hoop en hoop hebben we nodig om verder te komen. Ik heb er echt van genoten. Heel erg bedankt alle gasten, al het publiek. Ik hoop dat we er wijzer van worden en dat het wat eerlijker wordt het beleid.